Welkom mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Richel en dit is Verhalen in de vensterbank. Een ambitieus literair project waarbij we elke week een nieuw verhaal schrijven en voorlezen speciaal voor u om te beluisteren als podcast of om te bekijken hier op YouTube. Dit is aflevering 9 en het verhaal van deze week gaat over een meisje dat voor de allereerste keer ongesteld wordt precies op de dag dat ze naar het zwembad zou gaan en het ongemak wat daarbij komt kijken. En het verhaal gaat ook over haar moeder... die zich ongelooflijk trots voelt dat haar kleine meisje vandaag een vrouw is geworden... en die dat het liefst heel uitruchtig aan de hele wereld wil verkondigen. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal Het zwembad. Als je het mooi vond, kom je dan afloop nog even langs in de comments om het ons te laten weten... U gaat luisteren naar het verhaal Het Zwembad, geschreven en voorgelezen door Michelle N. Edens. Pauline is ongesteld geworden, deze ochtend. Ik was er eigenlijk al te oud voor, toch hielp ik ook deze januari mee om alle kerstbomen te verzamelen. Mijn wanten friemelde ik tussen de takjes door tot ik de stam te pakken had, en ik sleepte de oude boom achter mij aan. Een spoor van dorre naalden bleef achter op de stoeptegels. Midden in het park stond de grote versnipperaar. De motor gromde. Joey stond er al en ik zwaaide. Hij negeerde mij. Bij de man in het oranje hesje leverde ik mijn kerstboom in en ik nam het vrijkaartje voor het zwembad in ontvangst. Ze is vanochtend ongesteld geworden. Wat worden ze snel groot, hè? Ja, nou, Pauline niet, hoor. Die is nog maar wat graag mama's kleine meisje. Ik smeekte mijn moeder of Joey en ik alleen naar het zwembad mochten. Het mocht niet, ze vond het te gevaarlijk en onverantwoordelijk. Je wist maar nooit wat voor enge mannen er in het zwembad rondhingen, of wat wij jongeren zonder ouderlijk toezicht zouden uitspoken. Alle dertienjarigen schamen zich voor hun moeder, toch was mijn schaamte van een heel ander niveau. Ik kon me niet voorstellen dat iemand zich zo diep schaamde als ik. Niemand had immers mijn moeder. Ze krijgt al borstjes, hoor, zei ze midden op de markt tegen een wild vreemde. Moet je zien, haar eerste BH'tje, is het niet schattig? Die wild vreemde bleek later een oud klasgenoot van haar te zijn. Toch vermeed ik het daarna om me met mijn moeder in het openbaar te vertonen. Nu moest ik wel. Als ik met Joey naar het zwembad wilde, moest mijn moeder mee. Het hele dekbed onder het bloed, het Seesamstraat dekbed. Het was net of Bert ineens rood haar had gekregen. Ik keek er naar uit, ondanks dat mijn moeder mee zou gaan. Ik telde de dagen af. Elke keer als ik Joey tegenkwam, dan glimlachte ik. Hij keek nooit en leek me niet te zien. Dat maakte niet uit, zo waren jongens. Zondag zouden we samen naar het zwembad gaan. Zaterdagavond pakte ik mijn zwemtas in. Ik kreeg buikpijn van de zenuwen en zondagochtend werd ik ongesteld. Ik had erover gelezen in een tijdschrift, maar toch verbaasde het me. Naast mijn bed stond ik te kijken naar de plek die ik daar had achtergelaten. Mijn moeder klopte op de deur en kwam binnen. Ben je zo ver? Nee, zo kan het toch niet. Kindje toch. De hand die mijn moeder op mijn schouder legde was ijskoud en ik rilde. Daar heb je gewoon tampons voor, zei ze. Een paar minuten later stond ik met een doosje OB tiener tampons in mijn handen. In mijn bikini stond ik voor de spiegel. Vanuit iedere hoek controleerde ik of het blauwe draadje niet te zien was. Ik liep een stukje, ik boog. Wat als ik doorlekte? Mijn moeder riep me. Ik schoof mijn spijkerbroek over mijn bikini en we fietsten naar het zwembad. Mijn billen wrikten op het zadel en steeds weer voelde ik een zachte druk op mijn blaas. Hoorde je dat te voelen? Joey en zijn moeder stonden op een hoek te wachten. Onze moeders fietsten naast elkaar en wij fietsten 3,5 meter achter hen, ook naast elkaar. Hij zei niets, het enige geluid bij hem vandaan kwam van zijn achterwiel. Het ratelde. Er zat een speelkaart tegen zijn spaken. Jongere jongens deden dat zodat hun fiets op een motor leek. Vanuit mijn ooghoeken gluurde ik naar Joey. Hij boog iets dieper over het stuur van zijn mountainbike. Er hingen sliertjes aan zijn sjaal en ze wiebelden heen en weer in de wind. Bij het stoplicht haalden we onze moeders weer in. Die van mij drukte drie keer op het knopje en even later nog drie keer. Ik hoorde haar stem boven het geruis van de langsrazende auto's uit en ik concentreerde me op haar woorden. Wat zei ze? En belangrijker nog, zou Joey het kunnen horen? We mochten oversteken en even later reden we de straat van het zwembad in. Mijn neus was koud en drupte. Ik veegde er langs met mijn wand. Ze draagt nu zo'n tiener tampon. Wat zijn die kleine, hè? Ik hoop niet dat ze doorlekt. Dat zou zo sneu zijn voor zo'n grietje. Ze is al zo zelfbewust. Ik keek opnieuw naar Joey. Hij fietste gewoon door, staand op de trappers. Hij reed het terrein van het zwembad op en zonder af te stappen stuurde hij zijn fiets in een van de rekjes. Ik volgde hem en probeerde hetzelfde trucje. Ik botste op de metalen rand en ik kon nog net op tijd mijn voet aan de grond zetten. Ik moest het zelf oplossen. Als hij niet tegen mij wilde praten, zou ik wel iets tegen hem zeggen. Ik ben een vrouw geworden. Vanochtend. Als je wilt kunnen we nu zoenen. Zo gaat dat. Als je volwassen bent mag je zoenen. Het hoeft niet nu hoor. Het mag ook straks in het zwembad. Voor het eerst keek Joey mij aan. Hij knikte kort. Kriebels golden door mijn buik. Ik trilde en pulkte aan mijn fietssleutel. Het lukte me niet om mijn fiets op slot te zetten. Mijn smurve sleutelhanger hing in de weg en mijn vingers bewogen lastig door de kou. Ik liet mijn sleutels vallen. Mijn moeder borgde bos in het zijvakje van haar zwemtas. Ik wilde niet meer in het grote kleedhok, daar was ik nu te oud voor. Ik perste me in een klein eenpersoonshokje. Iemand had het gele laagje van het bankje afgepulkt. Het multiplex was donker van de natheid. Ik kleedde mij uit, de trui snel en mijn sokken treuselend. Joey zou me zoenen, straks in het zwembad. Ik wachtte onder de douches. De warme straaltjes sloegen iets te hard op mijn schouders. Mijn bikini doorweekte. Het lycra plakte aan mijn huid. Ik boog voorover en controleerde tussen mijn benen of het blauwe touwtje niet te zien was. Joey stond ineens voor me. Ik giechelde en slikte mijn lach in. Ik rechte mijn schouders en leunde door één heup, zoals ik modellen had zien doen in tijdschriften. Het water druppelde op mijn hoofd. Mijn haar plakte aan mijn gezicht en mijn wimpers zwaar. Voorzichtig leunde ik iets naar Joey toe. Hij droeg een zwembroek met Spiderman erop. Zijn navel was een wit bolletje dat uit zijn buik stak. Ja, zei ik. Dus, zei hij. Ik pakte hem bij zijn schouder en in zijn nek en drukte mijn lippen tegen die van hem. Het was nat. Ik wist niet of het douchewater was of speeksel. Hij bewoog niet. Zijn moeder trok hem uit mijn handen. Weg was hij, en ik raakte hem niet meer aan. Ze keek heen en weer tussen hem en mij. Ik deed niets, mama, zei hij met tranen in zijn ogen. Dat weet ik liever, zei ze. Kom. Ze voerde Joey weg van mij door het gangetje met de douches naar het bad. Zonder iets te zeggen, bleef ik staan. Ik leunde tegen de sensor van de douche. Het water bleef stromen. Kom je nog? Vroeg mijn moeder na een tijdje. Ik schudde mijn hoofd. Heb je een nieuwe tampon nodig? Ik schudde opnieuw mijn hoofd. Doe maar even, die tienerdingen zijn zo klein. Ik wil niet dat je voor gek staat straks. Willoos liet ik me door haar meevoeren naar de wc's. Mensen staarden mij na. Grote mensen. Mannen. U heeft geluisterd naar het verhaal Het Zwembad. Geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. Als je het leuk vond, laat je dan een berichtje achter om het ons te laten weten. Of geef deze video een like en vertel erover aan een vriend, een vriendin, een moeder of een schoonvader, een oom of een buurvrouw. En vergeet niet je te abonneren op dit kanaal, want we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu. Een hele fijne avond en een hele fijne week.